Wat is er nodig voor een atoomramp in België? Bij onze zuiderburen zijn gisteren spionagebeelden opgedoken van een belangrijke onderzoeker uit de nucleaire sector. De beelden waren in het bezit van een terreurverdachte die gelinkt wordt aan de daders van de aanslagen in Parijs. En er blijven zorgen in Nederland en in Duitsland over de Belgische kerncentrales. Kortom, hoe veilig is het bij de buren? En dus bij ons, want een aantal Belgische kerncentrales ligt vlakbij de grens. Hier aan tafel de Belgische senator Lode Verreek... en het gemeenteraadslid Gert-Jan Krabberdam van GroenLinks in Maastricht. een hartelijk welkom. Eh, meneer Verreek, eh, terreurverdachten in België... die hebben een belangrijke eh, atoomonderzoeker bespioneerd en gefilmd. Is dat iets wat u zorgen baart? Wel, het beleid van de, van de Belgische regering, waar de Vlaamse liberalen deel van uitmaken, dat volgt een uh, tweesporenbeleid. Enerzijds, daar zullen we straks misschien even over hebben, gaan we uit kernenergie in 2025. Maar de belangrijkste poot is natuurlijk dat veiligheid primeert, om het in het schoon Vlaams te zeggen, safety first. En die veiligheid die, die is gegarandeerd, zeggen de nucleaire experts van het FANC. Dat is het Federale Agentschap voor de Nucleaire Controle. En sinds de aanslag in Parijs en ook de terreurdreiging in Brussel is het zo dat wij die veiligheid nog hebben opgezet gedreven voor heel België, omdat daar terreurdreiging 3 en 4 heerst, en zeer specifiek naar de kerncentrales toe. Dus ik persoonlijk ik voel me veilig en ik weet dat de veiligheidsdiensten daar bovenop zitten. Oké, okay, maar uh, er wordt toch blijkbaar door terreurverdachten en mensen die kwaad willen, uh, mensen uit de nucleaire sector in de gaten gehouden. Is dat iets wat u zorgen baart? Natuurlijk, maar dat is de terreur in zijn geheel. En het, is, het gaat niet alleen over de nucleaire sector die we moeten in toog houden. Alle grote nutsvoorzieningen, denk je ook maar aan aan de watervoorziening. Mochten terroristen het daarop voorzien hebben, dan hebben we ook een groot probleem. Maar ik zeg u, sinds de aanslagen in Parijs is natuurlijk de situatie ook in België helemaal gewijzigd. En veiligheid wordt een prioriteit. Dat zie je ook in de, bu in de budgetten. De begrotingscontrole wordt niet makkelijk. Er worden werkelijk honderden miljoenen extra gepompt in staatsveiligheid, in federale politie, in leger. En ook in de beveiliging van onze nucleaire sites. Meneer Krabadam, wat, wat waren uw eerste gedachten toen u las over die uh, terreurverdachten met die uh, spionagebeelden? Uh, nou ja, natuurlijk schrik je daarvan. Hè. Want het is serieus. Uh, het is nog onduidelijk van wat precies de bedoeling is geweest van het bespioneren. Laten we er ook helder en eerlijk over zijn. Maar tegelijkertijd uh, moeten we ook kijken van ja, wat is er nog meer allemaal gebeurd in België bij de kerncentrales. Er is ook sabotage geweest bij uh, een reactor Doel, uh, uh, een van de vier reactoren bij Antwerpen. Men heeft nog steeds niet opgehelderd wie dat is geweest. En uh, het schijnt ook dat er iemand bij Doel 3 heeft gewerkt, uh, toegang tot de reactor, die, uh, die vervolgens is geradicaliseerd en naar uh, Syrië is vertrokken. Uh, dat zijn ernstige signalen. Um, en uh, natuurlijk uh, ja. ik geloof ik meteen meneer Ver Eek, op het moment dat hij zegt van daar gaan we uh, met, als overheid, gaan we daarop letten. We gaan alles erin doen om uh, te voorkomen dat er iets gebeurt. Uh, bij watervoorziening of bij elektriciteitsvoorziening uh, als een kerncentrale. Ja. Maar wat we moeten vaststellen is dat je kunt niks uitsluiten. We gaan debatteren over dit onderwerp. Uh, en we debatteren hier aan tafel aan de hand van stellingen. We gaan uh, lekker kort door de bocht met de eerste stelling, namelijk: Belgen brengen ons in gevaar. Gerjan jan dan. Ik zou zelfs willen zeggen, Belgen brengen ons onnodig in gevaar. Um, in die zin dat um, als we het hebben over de Belgische kerncentrales, uh, er speelt al jaren problematiek bij. Um, um, er zijn haarschutjes aangetroffen in reactorvaten, er zijn allerlei incidenten geweest, uh, er is olie weggelekt, uh, er is een opvangbekken waar water, radioactivater, 2 liter iedere dag uit lekt. Uh, er zijn een heleboel dingen, dus, uh, de menselijke factor speelt ook mee. Uh, het voltallige personeel van een van de twee kerncentrales is op cursus gestuurd omdat er een ongezonde veiligheid is. Cultuur was. Uh, dat zijn allemaal uh, aspecten die uh, in geheel maken dat we ons ernstige zorgen moeten maken over deze centrales. Meneer Verek. Ja. De Belgen brengen ons in gevaar. Ja, klinkt klare onzin. Waarom zouden we de Nederlanders in gevaar brengen als we jullie in gevaar brengen? Brengen we onszelf in gevaar? En we zijn natuurlijk ook allemaal ieders vader en niemand grootvader. Dus we zijn ook bezorgd om de veiligheid van onze kinderen en onze kleinkinderen en van onze buurlanden. Het vangt de nucleaire experts. Die garanderen ons dat ook die uh, kernreactoren met die scheurtjes dat die nog altijd veilig zijn in gebruik. En ik heb niet de arrogantie of de pretentie om het beter te weten dan die nucleaire experts. De verontrusting komt niet alleen uit Nederland, hè? ook uit Duitsland. Er worden juridische vechten gevoerd om, om meer helderheid over die veiligheid te krijgen... rondom die Belgische kerncentrale. Ja, dat klopt. En ik zou zeggen, als democraat die in de rechtsstaat gelooft... nodig ik de mensen ook uit om inderdaad naar de Belgische justitie te, te gaan. Maar het is ook zo, en dat lijkt mij veel belangrijker... in plaats van die gerechtelijke weg te volgen, doe het nu via diplomatie. Op dit moment is het zo dat wij al een verdrag hebben... een overeenkomst met de Duitsers om met de nucleaire experts... wederzijds elkaar nucleaire sites te gaan onderzoeken. Dat wil zeggen ook die... 2 en doel 3, waar de scheurtjes zijn. We hebben de gelijkaardige overeenkomsten met, uh, met Frankrijk. We hebben die nog niet met Nederland, alhoewel daar al een eerste bezoek is geweest van de Nederlandse minister aan de kerncentrale van doel. Meneer Cabaran, uh, juridische stappen of diplomatie? Allebei, denk ik. Je moet het een niet doen en het ander laten. Uh, kijk, we, we zijn al jaren bezig vanuit Maastricht en de omgeving, provincie Limburg, allerlei gemeenten... Uh, om uh, aandacht te vragen voor het thema. Uh, al vijf jaar lang. Uh, al vijf jaar schieten we niet heel veel op. En dat betekent dat je gegeven moment moet laten zien dat je geen tandenloze tijger bent. En uh, als dan de mogelijkheid zich voordoet om aan te sluiten bij een uh, procedure... of meerdere procedures vanuit Aken, vanuit Duitsland... Uh, dan hebben we ervoor gekozen om dat te gaan doen. Om te laten zien, luister, het is ons wel menens... En je, je merkt ook dat die stappen voor gezorgd heeft... dat het debat nu niet alleen ook in Nederland... we zitten hier nu niet voor niets nu aan tafel om deze reden... op gang is gekomen, maar ook duidelijk in België op gang is gekomen... waar jarenlang, decennia lang het mantra van... gaat u rustig slapen, we hebben ook vrouwen en kinderen... er is niks aan de hand, we zorgen voor u... we zouden de beslissing niet nemen als het niet veilig was. Dat is een mantra, dat heeft gewerkt in België... maar dat werkt in Nederland een stuk minder. Wij zijn kritischer aangelegd hm. en het zit meer in ons DNA... om vragen te stellen en ook ons te bedenken, klopt het eigenlijk? Meneer van wel... Dat klopt natuurlijk niet. Ook, ook Belgen zijn zeer kritisch en zelfs van trouwen, van trouwen ten opzichte van, van, van de overheid. Dus wat dat, die kritiekloze houding van de Belgen betreft, dat, dat klopt niet. Maar wat ik vooral niet begrijp in de houding van meneer Kramendam en ook van de steden Maastricht en Aken, dat is dat er zoveel politieke energie, bestuurlijke energie en nu ook gerechtelijke energie wordt gestoken om iets te bereiken wat sowieso staat te gebeuren. Want voor alle duidelijkheid, in 2022 gaan die kernreactoren, die gaan dicht. Dat is al beslist. Die zijn ook niet verlengd wanneer we het over de scheurtjesreactoren nee, hebben. Dus maar... dan denk ik eerlijk gezegd dat we gewoon uh, het zijn gang moeten laten gaan... en eventueel via diplomatie maar, of via wederzijdse yes. controle... Maar in zes, zeven jaar kan er nog een hoop misgaan natuurlijk. Ja. Wel, ik denk persoonlijk dat opnieuw de nucleaire experts van het FANK... wanneer zij ons garanderen dat dat niet zo is... dat we er ook vertrouwen moeten in hebben. Wij zetten ons niet als politici boven nucleaire experts... Dat is een hele interessante, hè? want het FANK, het Federaal Agentschap Nucleaire Controle, bestaat uh, uh, bijvoorbeeld uit een directeur die uh, niet lang voordat hij directeur werd van het FANC, directeur was van de kerncentrale van Doel. Zijn voorganger was dat overigens ook, Willy de Rovere, Jan Bens nu ook. Uh, dus het wereldje is gewoon veel te klein. Uh, iedere keer al die jaren, al die decennia zitten dezelfde mensen aan tafel, verschillende rollen. Het interessante is dat Willy de Rovere, de voorganger van de huidige directeur van de Atomaakont, bij zijn aftreden zei, als uh, ik nu de keuze zou hebben, zou ik niet voor... Uh, energie kiezen ik denk dat je niet het risico op uh, uh, dat er niks kan gebeuren kunt uitsluiten en dat het in slechte gevallen tot een catastrofe kan leiden en bovendien en bovendien dat het in deze tijd maatschappelijk niet meer te verantwoorden valt dat dat risico niet uitgesloten kan ik ga